Ik had ergens opgetreden. En toen had ik nog honger. Ik dacht, ik haal het niet. Ik haal het niet als ik in één keer naar huis rijd. Weet je wat we doen? Ik ga nog wel even bij de A2 bij Breukelen van de weg af. Ga ik wel even naar die McDonald's. Nou, zo haal ik wel even een doosje kipnuggies. Rijd ik daarna door naar huis. Ik kom in die McDonald's. Ik sta in de rij bij kassa 2. Ik bestel 20 kipnuggies. Dat meisje achter die balie begint 20 van die kipnuggies in dat kartonnetje te hijsen. Tot dan toe niks aan de hand. Op dat moment komt aanlopen bij kassa 1 een club gasten in rood-witte voetbalshirts. Ik weet te weinig van voetbal om te weten welke club dat is. Maar ik wist wel meteen, dit zijn hooligans. En dat wist ik vrij zeker, want een van die gasten zei... Oké, ik moet de McFlurry en... Dat moet de piemolen. Dat ik dacht, jongen, die ijsmachine die draait, dat is niet verstandig. Op dat moment bij kassa 3 een club gasten in groen, rood, zwarte shirts. Nogmaals, geen idee welke club dat is. Maar ik wist wel meteen, deze twee groepen gaan niet 20 kipnuggies delen. Nee, dit werd meteen een gevecht en die gast in het midden werd de scheids. Dat is wat er gebeurde. Je merkte ook de sfeer in die hele McDonald's sloeg om. Iedereen in die hele McDonald's deed tegelijkertijd exact hetzelfde. Iedereen deed dit. Focus op de patatjes. Focus op de patatjes. Ik doe lekker patatjes in de mond. Ik doe patatjes in de mayonaise. En dan lekker in de mond. Ik doe patatjes in de mayonaise. En dan nommie nommie nom in de mond. Ik doe patatjes in de mayonaise. En dan lekker in de mond. Ik vind zo lekker. Ik doe patatjes in de mayonaise. En dan lekker in de... Oeh, ik ben zo blij dat de bakkie mayonaise tegenwoordig 2 keer zo groot is. Anders moest ik nu naar de balie voor nieuwe bakkieën. Met die gasten in die tent had ik sowieso de pots en cheeseburger in mijn ogen gekregen, denk ik, jongen. Maar nou kan gewoon patatjes in de mayonaise. En dan nomi nomi. Nou, zijn niet eens patatjes, zijn gewoon mijn vingers. Nou, man, ja, die vinden fucking lekker. Ja, toch? Eén man zat bij mij in het team. En dat wist ik vrij zeker, want die had met patat het woord help op zijn tafel getalgen. Ondertussen, jongen, de stoeltjes vlogen door de McDonald's. En dan kan je zeggen, zo, en de tafels dan? Ja, ook, hè, die zitten er aan vast. Het was een soort Syrië light langs de A2, jongen. Ik zat ook helemaal te wachten op de McHutu of de McTootsie of zo. En ondertussen, iedereen in die hele tent zat mij... patatjes in de mayonaise. En dan lekker in de mond. Ik zie patatjes in de mayonaise. En mijn nomi 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 nomi. En ik was alleen maar bezig met de vraag... Ja, maar wat nou als ik hier doodga? Dat leek mij kut. Er is één ding triester dan 's nachts in je eentje naar de McDonald's... en dat is doodgaan in de McDonald's. Het leek me voor mijn ouders ook zo vervelend... dat zij dan de krant openslaan en dan lezen... komiek 33, doodgeknuppeld met kipnuggies. Dat ik denk, ja, dat is niet hoe ik wil gaan. Ik zat te denken, als ik dan toch doodgeslagen moet worden... dan liever niet. Maar als het moet, ik weet niet waarom, gekke regel blijkbaar... Maar stel dat het moet, doe het dan in het Rijksmuseum. Weet je, dat is ook vervelend, maar dan kunnen mijn ouders de krant openslaan... en dan lezen komiek 33, doodgeslagen bij nachtwacht. En dan denken ze, nou, jammer dat hij dood is, maar cultureel wel lekker bezig. En dit gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dit gaat nooit gebeuren om de simpele reden dat hooligans komen niet in het Rijksmuseum. Het is nog nooit gebeurd dat in het Rijksmuseum supporters van Vincent van Gogh... het opname tegen die van Rembrandt van Rijn... en dat je zo'n spreekoren had door dat Rijksmuseum. Zo, aardappeleters! Oeh, het zijn de aardappeleters! Het is stil bij het zelfportret. Het is stil bij het zelfportret. En wie niet springt, impressionist! En wie niet springt, impressionist. Abstracte kunst is seropositief. Seropositief. Dat is nog nooit gebeurd. Dit is echt nog nooit... Het is nog nooit gebeurd dat hooligans op hun museumjaarkaart keken... en dachten, oeh, in welk vak zit ik eigenlijk? Ah, oh, kak, de renaissance. Nooit. Het is nog nooit gebeurd dat hooligans een pop van Vermeer ophingen en... Nou, oké.
Ondertussen, jongen, de McFlurries kletsten tegen de ramen. Het enige gezin wat er op dat tijdstip nog zat, had van lege Happy Meal doosjes helmpjes gemaakt. En toen kwam ik erachter dat sommige mensen in een noodsituatie die vechten, andere mensen die vluchten. Ik ben blijkbaar iemand die in een noodsituatie bevriest. En wel in deze houding. Wat heel goed uitkwam, want ik hoorde iemand zeggen: oké, tafels en stoelen neer, we gaan eerst op de foto met Ronald McDonald. Ik zei, oké.